Topsporttalenten behoren vaak ook tot de uitblinkers in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de afdeling bewegingswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Van de topsportatleten van Nederland behaalt 38% een VWO-diploma, terwijl het gemiddelde onder niet-sporters 16% is. Er is onderzoek gedaan naar topatleten in het loodonderwijs in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. Lood staat voor Landelijk Overleg Onderwijs Topsport. Hierin wordt de talenten een combinatie aangeboden van scholing en topsport. Wij benoemen in principe iemand een talent als die beter is dan het overgrote deel van zijn leeftijdsgenoten. En in principe ook als die dingen sneller en beter leert dan zijn leeftijdsgenoten. En de groep waar wij over het algemeen onderzoek over doen, dan moet je echt denken aan betaald voetbalorganisaties zoals Groningen en Heerenveen, maar ook andere topsporters, waarbij we er achter zijn gekomen dat ze meestal behoren tot de 1-2% beste sporters van hun leeftijdscategorie. Om tot de top door te dringen moeten de leerlingen veel trainingsuren maken. Je zou denken dat dat ten koste gaat van de schoolresultaten. Ja, dat zijn de vooroordelen en daarom vinden wij dit onderzoek ook eigenlijk zo leuk. Want wat wij dus vinden is dat ze besteden natuurlijk heel veel tijd in de sport en echte toptalenten dan nog wat meer dan subtoptalenten en die natuurlijk weer wat meer dan reguliere leerlingen. Maar wat blijkt nou bij de toptalenten? Die blijken eigenlijk naast de tijd die ze in sporten besteden ook nog heel veel tijd aan andere hobby's, huiswerk en dat soort dingen te besteden in vergelijking met de subtoptalenten. En dat is op zich heel erg opvallend, omdat je verwacht je besteedt zoveel tijd in je sport en dan toch zoveel tijd nog hebben voor je huiswerk. Nou, dat is een hele leuke bevinding. Maar wat is de reden dat sporters zo succesvol zijn in de combinatie topsport en school? We hebben natuurlijk wel naar allerlei cognitieve constructen gekeken. En dan moet u denken aan planning in hele brede zin, monitoren. Dus wat doe je tijdens het probleem oplossen, evalueren achteraf. Maar we hebben ook een motivatiecomponent meegenomen. Dus dat is de inspanning die ze bereid zijn om te doen om een bepaald doel te bereiken. En ook het een component van zelfvertrouwen wat ze daarbij hebben, zeg maar. En daaruit blijkt wel dat ze heel erg hoog op scoren. Dus in die zin zou je wel kunnen stellen, ze hebben gewoon heel duidelijk een doel voor ogen en weten hun leven, zijn gewoon bewust van wat ze moeten doen om een bepaald doel te bereiken en weten hun leven daar enigszins naar in te richten.